Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Ark Survival Evolved. En ik hang weer uit in een snow biome met een compound bow. En die fur armor staat mij gewoon onwijs goed. Vandaag zijn wij hier samen met Milan en Teaser. Nick die wou er ook graag bij aanwezig zijn. Helaas is ons dat niet gelukt. We hebben veel pogingen gedaan om met z'n allen hier te zijn. Helaas wil dat niet. We hebben allemaal ons eigen agenda. Als Nick nog weer online komt, dan kan hij natuurlijk nog meedoen. Maar hier gaan we nu eerst samen met Milan. Goedendag Milan. Goedendag. En met Teaser. Hey Teaser. Hallo. Gaan wij hier nog een kikker temen. Die jongens, die waren... Oh, au, hey, oh, 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 wat was zijn hoofd alweer dicht bij mij. Maar, die jongens, die hadden zoiets. Nick en Milan hadden zoiets. Iedereen heeft nou een giga. Wij willen er ook een. En, Teaser en ik hebben er even een studie van gemaakt. We hebben voor Teaser hebben we een level 48 giga getaint. En die had 25.000 HP en 75% melee damage. En mijn level 76 giga had dat ook. Dus die kikkers zijn genurfd en je kunt beter een laag level kikker gaan temmen. Dus hier gaan wij voor deze level 12. De eerste pijl gaat meteen in zijn dikke kont. Je kunt gaan schieten, Milan. Pompen wij deze er vol. We hebben waarschijnlijk weer asociaal veel te veel tranked arrows bij ons. En darts en narcotics. Het is maar een level 12, dus dit moet makkelijk gaan lukken. Hij zit daar hartstikke vast. Hoe wij hem eruit gaan krijgen, is een tweede. Maar dat zien we dan wel weer. Probleem 1 voor 1 aanpakken. Anders maken we een lift. Ja, dan maken we hier gewoon een hele metal lift. Ja, ik kan dat niet maken als je dat wil. Oh, echt? Oh, ja, hoe denk je ook hoe ik mijn lift heb gekregen dan? Ik dacht voor je mindwipe. Ik vlieg alweer door mijn Engram Points heen, jongen. Na mijn mindwipe, dat is gewoon niet normaal hoe hard je weer die Engram Points hebt. Ik doe zoveel mindwipes, ja. Toen met een week doe ik weer een mindwipe. Ik moet alleen er nou aan denken dat ik wel stimulants leer voordat ik... Ja, dat doe ik ook. Ho! Rustig, Mrs. Blackbird. Wauw, daar liet je mij schrikken, jonge dame. Of is het inmiddels geen jonge dame meer? Ik raakte haar voet. Ik werd ze boos. Oh, kijk ze hele kont. Je kunt de pijlen gewoon erin zien zitten. We hebben ze hele kont volgeschoten al. Ja, daar komt hij wel uit. Ja. Als ze een paar rampjes maken, anders gaan we ermee zwemmen. En zwemmen, maar dan moeten we hier wel eerst even heen met iets van een Megalodon of zo. Als we dat nog hebben, want dan... Ja, ik weet niet wat die zit. Die zitten ook... Mosa's met elkaar? De Mosa's komen niet zo hoog. Het enige wat je problemen mee hebt is Megalodon. Of we moeten hier even heen met een raft. Dat kan. Ik ga niet met een raft hierheen, ik ben niet gek. Er ligt toch bij onze main base, daar ligt vast nog wel ergens een raft. Ja, weet je hoe eind varen dat is? Nou, dan bouw ik hier wel een raft. Zo moeilijk is dat je niet. Ja, dat kan ook. Bouw je thuis een raft met alle muren, alle plateaus die je nodig bent, dan vlieg je hierheen met je kwetsel. Oh wauw, dit is best wel saai zo'n kikkertemmer, moet ik weer heel eerlijk zeggen. Ik vond die gisteren al vele malen leuker. Ah, die gisteren was leuk, hè? Oh, die was echt spannend, man. Heel de tijd erin. Nu zit hij zo vast, hè? Hier is het water in. Nu zit gewoon schieten en zo. Ja, dit is geen eens target practice, Milan. Dit is echt gewoon nou ja. Dit is gewoon voorraad gedaan. Ja. Als je zo'n beest ziet rennen in het wild, dan weet je pas hoe moeilijk het is. Ja, gelukkig kun je die beesten niet oppakken met de kwetsel, want daar zou je echt rare geintjes mee uit kunnen halen. Wat is een beest trappen? Allosaurus kun je ook niet beetpakken met oppakken met een kwetsel. Dat vind ik dan wel weer erg jammer. Ja, met T-Rex is hetzelfde verhaal. Ja, maar zoals een mammoet wel. En ik heb toch een beetje het gevoel dat een mammoet toch echt wel groter is dan een Allosaurus. Dat weet ik wel zeker. Dat een mammoet meer in de klasse valt van T-Rex. En een Allosaurus toch echt wel kleiner is. Milan, je hoeft de borg niet compleet te spannen. Je hoeft maar een heel klein beetje te spannen en dan kun je hem gewoon elke keer schieten. Als je maar raakt. Oh, goed. Gewoon tik, 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 tik. Zo ja. Ik heb het gevoel dat hij in zo'n running mechanic zit. Nee, niet. Nee, dit is de 30.000 tower voor je.
En deze zal nog wel weer minder hebben, want die van 76 gaat 58.000. Die van jou had 38.000. Kijk maar. Dan zal het bij deze toch echt nog wel weer een heel stuk minder moeten zijn. 20.000, denk je? Dus nou ja, er staat 20.000 verschil tussen die van jou en die van mij. Dit is een level 12, of niet? Oh. Ja, komt hij niet uit. Nee, hij gaat er niet uit. Als hij nou in het water komt, dan hebben we een probleem natuurlijk. Ik ja, denk dat hij zijn ankermoot zit. Kijk eraan. Sorry Milan, wat zei jij, jongen? Dat hij in zijn boze mood zit. Dat hij heel kwaad is nu. Oh nee, hij reed, moet wel een beetje afletten. Wel een beetje afletten, dat beest niet opeens denkt ik ga springen naar mij. Ja, die is zometeen wel nergens. Had je nog gekeken hoeveel torpor... Ja, ben ik nu mee bezig. Oké. Okay. Ja, ik even wachten hoor. Soms lijkt het sneller, hè? Het is per level 600 torpor erbij en hij begint al op 10.000. 10.000 plus 12. 6.000. Dus nee, ja, dan komt hij rond de 20.000. Niet eens. Oh, 18.000 denk ik. Ja. Oh, dan dus 17.200 of zo. Ja, oh, dan komen we echt wel aardig al in de buurt. Ja, is al neer. Oh, hij is al neer, dames en heren. Het is dan nu de kunst dat wij gewoon heel veel narcotics erin gooien. We gaan even kijken naar de statistieken nu in het wild. Want in het wild doen de statistieken er daadwerkelijk wel toe per level. Oh, ik hou de boeier in de gaten dat hij niks naar beneden invalt. Baby. Wow, weet je nog die team van gisteren, teaser? Ja, dat... die had 58.000 tombo. Ja, maar... U mee bezig. Ik kan niet bij... Oké, ik kan bij zijn inventory. Super, super, super. Maar... Oh, je is met 16.600 torpoor. Maar daar waren wij, ik denk, in totaal wel anderhalf à twee uur mee bezig om die te tamen. Deze is down binnen 7 minuten, dames en heren. Binnen 7 minuten een giga neer. Oh, wauw. Wat cheaten wij de boel weer een beetje. Jullie weten hoe het nou weer gaat. Wij kunnen hier gaan zitten te wachten. Ook deze giga, die heeft 80.000 HP's. Dus dat is niet veel lager als die... Kika van gisteren. Alleen de melee damage is volgens mij 7% lager als de Kika van gisteren. Dus ook in het wild maakt de Kika level niet zo heel veel uit. Dames en heren, hier komt even een cut. En tegen die tijd dat wij klaar zijn om hem te gaan temmen, zijn we weer terug bij jullie. En daar zijn we weer, dames en heren. Teaser en ik hebben allebei de wat prime meat gefarmd. Mijn dochtertje die zit lekker bij mij op schoot op het moment. Ik ga maar even wat prime meat pakken hieruit. Hij is er met 10 nodig. We denken allemaal zo'n kikker, die is verschrikkelijk veel nodig. Gooi het er maar op hoor, teaser doe ik ook. Zo'n kikker is overal heel veel van nodig. Maar hij schijnt maar 10 prime meat nodig te zijn. En daarnaast de levels die hij krijgt. Die doen er toch niet toe. Hier gaat die taming bar hard, hard omhoog. Hij heeft niet eens heel veel narcotics gehad. Boom. Hoppa. Hoppa. Nou, Milan, jongen. Wat zijn de stats? Gefeliciteerd ermee. Stats, stats. Oké, okay, ik heb ze. Oh. Oh, wauw. Deze, oh, wauw. Dus onze theorie klopt niet helemaal, teaser. Wat heeft deze dan? 25k HP's. En ja. 30% melee damage. 30% melee. 30% melee damage. Dus uiteindelijk de tamed statistics doen er wel toe. Maar dan kun je hem uiteindelijk nog wel omhoog krijgen tot 70 hoor. Dat wil wel. Ja, tot 70 wil wel je wel, jawel. En dan doet hij nog steeds. Hij zal nog steeds verschrikkelijk en verschrikkelijk veel damage doen. Ja. Absoluut, absoluut. Ik denk dat het een superbeest is. Ben je een beetje blij mee, Milan? Ja, zeker. Zeker, zegt hij. Heerlijk, ik hou wel van dat Belgische accentje. Wat voor naam ga je hem geven dan? We gaan eens bespreken met Nick, denk ik. Oh, even bespreken met Nick. Helaas heeft Nick ons nog niet weer kunnen vergezellen in de tijd dat wij die Kikanotosaurus aan het themen waren. Dus helaas is Nick niet aanwezig kunnen zijn bij deze opname. Ik heb helaas geen tijd meer om nou nog meer voor jullie op te nemen. Zoals jullie zien, ik vlieg zomaar wat rond, want mijn dochter die heeft het toetsenbord vast. Ik ben
zo weer terug bij jullie. Tot zo, dames en heren. En we zijn weer terug, dames en heren. En kijk eens, oh, beetje lekker. Kijk eens wie we hebben gevonden. Nick, Nick Ham is online. En de Kicker Team zat er al op voordat hij weer online kwam. Maar wij hebben hier wat verzameld bij ons hier. Dit is dicht bij de main base. Wij hebben hier een albino T-Rex van... Oeps, sta je er nog op, Nick? Nope. Nope? Nee. Oh, ik kom... Als ik hem schiet, ik ook wel mijn achtafels. Nee hoor, ik pik je wel op. Klop om. Ik pik je wel even op. Ja. Het is, oh wacht, maar jij kunt ook wel op de platform staan, denk ik, waar je achtafels zit. Ja. Maar als het goed is, kun je hierboven ook wel staan te schieten. Ja, dat wil ik wel. Zo gauw komt hij niet boven. Maar goed, yes. Dames en heren, wij hebben hier een 112 albino T-Rex dame. Ik ben super, super jaloers, want ik had hem aan Nick beloofd. Ik zeg, Nick, wij gaan voor jou een dikke T-Rex stemmen. En toen vond ik deze albino lady. En ik ben dol en dol op de albino lady T-Rexes. Maar dat is niet het enige. Er lopen ook nog twee low-level T-Rexes hier in deze, nou ja, hoe je dit ook maar noemt. En die gaan wij dus ook nokkie schieten. En die gaan wij ook temmen, dames en heren. Ik hoop dat deze level 112 niet zo heel lang duurt als wij er toch met z'n tweeën op inlopen te beuken. Ik heb nog steeds mijn compound bow met arrows van die Giga. Dus daar blijf ik ook gewoon mee schieten. Ik denk dat hij zo wel weer in schotafstand komt, Nick. Ja, is nu een... Echt aan het aanvallen. Oh, dat is mooi. Is die een beetje afgeleid. En anders tanken we hem gewoon even met Mrs. Blackbird. Want deze heldin is bijna uitgeleveld. Ze is level 172 inmiddels. Ze is bijna 100 levels hoger als toen wij haar vonden in het wild. Dus daar zijn wij ook super, super trots op. Dat houdt helaas wel in dat we eens een keer wat meer moeten gaan doen met onze andere kwesties. Zodat die ook eens een keertje wat XP kunnen gaan verdienen. Doe maar, jonge dame, blijf daar maar staan. Ik zie dat ik hier raak. Als de server het nou ook maar registreert, dan zijn we weer helemaal blij. Zo, schieten we haar. Oh, weer mijn kwets. Nee, niet mijn kwets. Wauw, dat was raar. Ik ging dwars door mijn kwetshoofd heen en raakte ik die T-Rex nog. Soms. Ah, is ze nog niet erg slaperig? Zoveel torpoes zou ze toch niet mogen hebben? Nee. Oh, volgens mij wil ze een hapje uit Mrs. Blackbird gaan nemen. Ik weet niet of die hem kan hitten. Nee, hij kan hem net niet hitten. Ik... Net niet? Een andere T-Rex. Nee. Oh, wauw man, dit ziet er wel grappig uit. Nieuwt hij mij, nieuwt wel net happen. Hij had me niet gegeten. Die T-Rex dacht, oké, neem ik een hapje uit hem. Ook goed. Oh, grappig. Gelukkig schieten we met pijlen, dames en heren. Dus ook al zijn we een beetje aan het prutsen tussendoor. Ik zal voor jullie de gamma nog weer een beetje naar beneden zetten. Dan ziet de wereld er weer een beetje aantrekkelijker uit. Oh, dat is de verkeerde albino T-Rex. Die kunnen we ook al wel een paar pijltjes in haar dikke kont gaan jagen. Dat was ook een vrouwtje, of niet, die witte? Nee, als het is goed, man en vrouw. Man en vrouw. Oh, wauw, jongen. Wat heb jij een geluk. Ik zie het bloed eraf spatten, server. Kom op, registreer die hits nou maar. Die level 20 die zou helemaal zo neer moeten zijn. Dat zou niet zo heel veel voor moeten stellen. Ik vind die compound bow, dames en heren, zoveel fijner werken als die gun met darts. Ah, oh, hij registreert die hits echt heel weinig. Echt heel slecht. Bartolo, je hebt wel gelijk. Met een gun met darts heb je daar minder last van als met een boog. Ik heb altijd gelijk. Ja, misschien komt het wel omdat je met die boog natuurlijk gewoon drie keer zo snel schiet als met darts. Welke snel? Die met die donkere rug is de 112. Waar jij op schiet? Ja. Maar ja, je mag ook eerst die handen neerschieten. Hoe dan ook, we gaan ze allebei neerschieten. We gaan ze allebei temmen. Ja. Ah, kom op, server, registreer die hits. Morgen, dames en heren, morgen overigens gaat onze server een dag offline. Dus ik maak vandaag een dubbele video, zodat er wel elke dag een video voor jullie online te zien is. Alleen de server gaat online, die gaan een nieuwe software toe, waardoor hopelijk de prestaties veel beter gaan worden. Oh, gaat hij mij nou een hapje uit mij nemen?
Nee, ik denk het niet. Kan ik die ander tussendoor even hitten? Nee, ik denk het niet. Ah, daar is ze. Kom eens hier, jonge dame. Kom maar hier. Ik heb toch wel een beetje het idee dat ze zo eens een keer neer moet gaan, want volgens mij heb ik er al 100 pijlen doorgejaagd. Ja, die van level 20, die wordt ook wel een kans te raken. En dan moeten we zo die van level 6 kunnen vinden. Als we die niet weer kunnen vinden, dan is dat niet anders. Maar ik heb er gewoon al mijn 100 pijlen op. Eentje de kansjes. Die is Nokkie? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat deze gewoon nog een beetje last heeft van dat die pijltjes, dat ik niet die 5 seconden heb gewacht en dat die pijltjes nog even hun werken moeten gaan doen. Maar er is toch niks wat zo'n T-Rex aanvalt, dus dan maak ik me ook niet al te druk om. Dus we kunnen die daar gewoon rustig laten liggen. Ik denk dat ik even iets lekkers te pak, iets lekkers te eten pak in de klauwen van mijn Quetsy. En dan gaan we eens even kijken of ik die level 56 een beetje deze kant op kan gaan lokken. Oh, die staat hier gewoon nog vast achter de rots. Ze zijn niet zo heel slim, die T-Rexes. Daarvoor zijn ze denk ik ook zo makkelijk te tamen. Ja, kom maar. Nee, nee. T-Rex, aan deze kant zit dat lekkere hapje. Aan deze kant. Moet je niet de andere kant op draaien. Kom maar. Ja, kom maar, Rexy. Oh, volgens mij zit ik nog wat vast onder hem. Ja, behoorlijk. Oké, niet meer. Ja, oké. Ja, nee. Kom maar. Je neus staat de goede kant op. Ik ga wel wat langzamer vliegen voor je. Ik vlieg wel wat langzamer voor je. Kom maar. Ongelooflijk. Oké, okay, dan schiet ik je hier wel neer. Ook. Ah, nou komt hij los. Eindelijk. Nee, niet weer vast. Kom maar. Rexy. Rexy, ga nou niet dood aan die Dimorph. Ah. Soms, oké. Okay, hij heeft de Dimorph dan dood gekregen. Is die hier van 112 al een keertje neer of nog niet? Nee, ik ben aan het schieten op hem, maar... Hij wil nog steeds... Zij, we noemen het steeds wel een hij, maar zij wil nog steeds niet neer. Dan kom ik nog even hard, terwijl ik toch nog wel even weer een beetje een freeze krijg. Die level 56, die zit er weer vast ergens in de rots. Die is echt een beetje dom. Ja, hij registreert die... Yes, een kansjes. Oké, okay, nice, nice, nice. Dan pakken we nou ook direct deze man van level 56 erachteraan, dames en heren. Wij zijn helemaal doorgedraaid. We willen helemaal Carno-rijk zijn. Wij willen Rexes hebben die onze bases kunnen verdedigen. Wij willen Rexes hebben die meer voor ons kunnen farmen. Wij willen Rexes hebben die andere players opvreten in één hap. Kan onze Kika dat niet? Natuurlijk wel. Is het handig om er meer te hebben? Zeker weten. Gaan wij graag over de top? Ja, zeker weten. We zijn niet voor niks de grootste tribe op de server. En de meeste andere tribes die hebben graag een alliance met ons. Omdat wij een leger aan carnivoren aan het hebben zijn. Hij blijft daar wel weer. Dit is echt wel een hele domme Rex. Dit is echt gewoon heel dom. Sinds de hele tijd dat we nou aan het opnemen zijn, zit hij vast. Gewoon vast. Nou, dames en heren, deze laatste die schieten wij even neer zonder jullie. En dan zijn we dus zo weer als wij het eraan toe hebben om ze op te temmen. Dus dames en heren, ik ben er zo weer. En daar zijn we weer, dames en heren. Nick die gaat nou de kibbel doen op onze 112 vrouw. Ik heb hier een inventory vol met prime meat. Ik hoop dat het genoeg is. Ik weet zo niet zo heel goed hoeveel zo'n Rex nodig is. Dus ik gooi er gewoon maar wat op. Zoiets 16 zou een level 56 toch wel moeten tamen, hoop ik. En hier ligt onze level 20 dame. En die heeft al bijna zin om wakker te worden. Dus ook daar gooien we gauw een lading prime meat op. Hup, hup, hup. Dat zou wel genoeg moeten zijn helemaal voor zo'n ja. Level 20. De 112 is getemd, hoor ik van Milan. Alle twee zijn ze getemd. Super, 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 super gaaf. Die twee staan op follow op jou. Deze Rex die staat niet op follow. Deze Rex is wel heel erg bijna dood. Onze level 20 Rex. Heeft er ook maar 2 levels bij gekregen. Hadden we net zo goed gewoon vlees op kunnen gooien. Maar goed, dames en heren. Super, super gaaf. We hebben 3. Hele, hele dikke, vette... Nee, oké. Okay. We hebben 1 hele dikke, vette Rex. Laten we gauw eens naar haar statistieken kijken. En oh, wat is dit een schoonheid. Oh, 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 oh. Hier ga ik nog een jonkie van kweken. Dat kan gewoon niet
anders. Dat kan gewoon niet anders. Oh, wacht eens. Nou zet je ze super mooi neer. Nick, kijk mij eens aan. Als die chat is op zo donderen. Nee, aankijken. Moet blijven staan onder die T-Rexes. Voor de thumbnail. Met je kleine character. Oh, hij legt nog even een poepje. Hij legt nog even... Heb je een fakkel? Wat? Oh, ja, oké. Laat maar. Doen we het gewoon zo. Als die in die chat nou is... Oh, Milan weer te chatten. Het is echt jammer dat je die chat niet uit kan zetten. Je kan bijna alles in de game uitzetten. Oh, ze staan al wel een beetje in elkaar. Kijk jij eens naar mij, Witte. Oh, wauw, zo wordt het misschien ook. Ze staan nog steeds een beetje in elkaar. Ik denk niet dat dat helemaal de thumbnail gaat worden, want dat is niet super mooi. Maar laten we gauw een kijkje nemen bij de statistieken. Onze 112 dame is getemd op 164. Dat is het hoogste wat we konden halen. We hebben hier 6820 HP's. Dat was hoger dan mijn 116 rex die ik laatst heb getemd. Een stamina van al 1176. En ze legt een poepje op mijn neus. En ze heeft al een melee damage van 276%. Wauw. Zij is uiteindelijk een off-the-tame statistics. Zijn beter dan die van mijn level 116 man. En laten we gauw even kijken. Level 56 man. Gaan we niet te veel tijd aan besteden. Bijna 4k HP's. En 183,9% melee damage is ook niks om zomaar van de tafel te vegen. Die zal ook jou in één hap opeten. En deze zeer, zeer mooie, absolute albino rex heeft helaas maar 1320 HP's. Ik geloof dat mijn dimorphodons dat bijna hebben. En een melee damage van 132,8% is nog steeds wel een hele gave rex. Alleen die zullen we... een beetje voorzichtiger mee moeten zijn. Dames en heren, dit is helaas alles waar wij vandaag tijd voor hebben. Ik kijk we allebei die kant even op. Dan gaan we in K-modus. Gaan we afscheid nemen van onze kijkers. Dames en heren, ik wil jullie hartelijk, hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb heel veel plezier gehad. Ik wil Milan bedanken voor het helpen bij het temmen van de Kiga. En natuurlijk Teaser die ons daar super bij heeft geholpen. En in tijd gaat Nick hier in een blote kont. Nick, je staat op camera in je blote kont. Maar goed, ik wil Nick super bedankt jongen voor het helpen. Het helpen bij het opnemen van dit deel van de aflevering. Yes. En dames en heren, zoals ik altijd zeg. Tot de volgende keer. Appetjoe.